Hallo en welkom bij Pols Model Train Stuff. Ik dacht ik ga eens met een lekker langere goederentrein rijden. Maar dat ging niet helemaal zoals gepland. Er kwam wat magische rook uit. En dit is dus een doorgebrande lege TCC. Ik weet niet helemaal precies wat er nu misgegaan is. Misschien, ik zit te kijken, ja, ik heb dit waarschijnlijk zelf gesoldeerd, maar... Er zit hier geen heat shrink meer over de kabels heen, over de connectoren heen van mijn leds hier. Dus het zou me niks verbazen als dat het is geweest. Het heeft ook een mooie brandplek hier achtergelaten. Aan de andere kant is niks te zien, dus ik was er echt wel op tijd bij. Maar even niet met deze rijden. En ik zag bij de andere, de kreeg met twee relions, dat zijn raampje verdwenen is. Dus dat wordt niet rijden met deze trein. Ik denk dat dit eentje is voor de vuilnisbak. Daar ga ik in ieder geval niets meer mee doen. En ik denk dat ik hier nog eventjes wat dingetjes ga ja, fatsoeneren. Want dit is, ik weet niet wat ik dacht toen ik dit aan het doen was. Maar dit ziet er niet uit. Als ik het ben geweest, maar als ik naar de weerstand kijk, dan denk ik het wel. Ja, jammer. Ik had net mijn hele lange goederentrein met hoe noem je dingen, met container. Mijn container mag rondterrein tevoorschijn gehaald. En nu dit. Nou, ik hoop in ieder geval dadelijk nog... iets leuks laten zien en zo. Als dat iets is, dan alvast bedankt voor het kijken en tot snel. Nou, ik heb de decoder vervangen voor een ECU. Ik denk dat die hij stikt nog steeds, maar ik denk dat die ECU, als er hier echt kortsluiting in zit. Weet ik dat hij niet doorbrandt, maar gewoon waarschuwing geeft met knipperende licht en zo. De verlichting zit nu in de heatshrinks. En wat nu nog rest is, ik heb nog anti-slip bandjes hiervoor liggen als het goed is. En die wil ik hier een paar opplaatsen, want deze heeft ze niet. Want mijn helling is nog steeds te steil. En daarom rijd ik met twee stuks die helling op. Maar ik hoop dat met slipbanden ik met eentje de helling op kan rijden. En dan is het gebrek aan raam hier iets minder groot probleem. Deze is eigenlijk toch alleen maar bedoeld voor mijn baan die hieronder ligt. Om te shunten. Een goede stevige shuntlok eigenlijk. Ik hoop nog steeds dat ik hem ergens tegen ga komen. Ik snap niet hoe het er... Nou, ik weet wel hoe het eruit gevallen is en ik vrees dat het in een stofzuiger verdwenen is. Ik snap niet dat ik het niet gezien heb. Maar genoeg gezeur over deze antislipbanden. Als het goed is zijn dit ze. De wielen zitten natuurlijk ook met stroompick-up. Dus er moeten genoeg wielen overblijven om dat te regelen. En ik zit te kijken, doe ik er 4 op of maar 2... Nou, ik pak er in ieder geval 4. Dan kan ik ook nog op die andere een paar doen. En eens even kijken hoe ik dat aan ga pakken. Want ik denk dat het makkelijkste is als deze loskomen en ik die in mijn hand heb. Gezien hier ook geen ring om zit, zodat ze wat verdiepter liggen, denk ik dat dit nog wel eens een klusje kan gaan worden. Ik weet niet wat er achter deze schroef zit of wat er dan loskomt. Het is één grote ontdekkingsreis. Ik kan in ieder geval zien dat de tandwielen nog goed gesmeerd zijn.
En als ik zo kijk hoe die schroef precies zit, zou ik me niks verbazen als hier voor een Merklin een sleper precies op die plek kan hangen. Zien we aan de andere kant. Niet zo'n schroef zit. Ik ga even opzoeken hoe ik deze, of ik deze los kan halen. Natuurlijk kan ik deze los halen, maar hoe dat moet. Zou zonde zijn om iets af te breken in al mijn pogingen. Aan de bovenkant zit een clipje. Dan kun je losklikken. En dan komt het wiel eruit. En dat geeft mij in ieder geval al wat meer beweegruimte. Dat is de as, de as om hier de boel aan te drijven. Goed gesmeerd allemaal. Oh, dat is leuk. Ik heb het toch weer eraf gehaald. En ik wil deze hele decoratie eromheen weghalen en die zit hier achter twee clipjes, dus ik wil hem net genoeg op gaan tillen dat hij er overheen kan schieten. En het is best lastig. Als dat zou lukken, dan kan ik gewoon met beide wielen werken. Zo, kijk aan. En hier heb ik een wiel. Dat werkt een stuk makkelijker. Ik vind het leuk hoe hier details op de wielen zitten. En of die nou overeen komen met het echte, weet ik niet. Ik vind het leuke details. Zo. Die er weer overheen. Bijna goed. Stroompick-up zit nu niet meer goed. Zo. Alles op zijn plek. Deze er weer terug in. Alle kabeltjes er weer onder. En dan deze erop klikken. En alles zit weer op zijn plek. Een ledlampje er weer in. Draadjes een beetje bijbuigen. Niet vergeten een onderkantje er weer op te zetten. Het is inderdaad voor als je met Merklin rijdt, dan kan daar de sleper erop. Gulle, het is tijd voor vakantie. Kap erop. Dit is dus de locomotief met, oh, ik ben de lichtgeleiders vergeten met een led en ik ben de drijfstang vergeten. Ik ben echt toe aan vakantie.
heel erg toe aan vakantie. En dit is dus de locomotief, ook zeggen, met mijn eigen ledverlichting. En niet deze met die hele felwitte verlichting van Digikeis. Die jongens die ook niet meer bestaan. Namelijk de drijfstang ook nog vergeten, dan kan ik me goed afvragen waarom dat deze hele operatie geen enkele zin heeft gehad. Lichtgeleiders niet vergeten, dit keer. Kap erop. Ja, het zou mooi zijn zonder die drijfstang gaan rijden en er alleen maar achter komen dat met anti-slipbanden de locomotief slechter rijdt dan zonder. Had goed gekund vandaag. Het viel mij wel op dat de kap hier een beetje te hoog stond aan beide zijden. En ik denk dat er ergens een paar draadjes niet goed zitten. Maar de schroef strakker aandraaien gaat niet. Dus het is even voor vandaag wat het is. Ja. Nu heb ik precies alleen twee anti-slipbanden aan dezelfde kant zitten. Goed, dan zal de stroompick-up ook niet ten goede komen. Ga ik er iets aan doen? Nee, ik ga het gewoon proberen. Hij redt het nog niet, maar ik zag ook dat het eerste. Zo. Eerste anti-slipbandje er al vanaf was. Waar ik al bang voor was, gebeurde inderdaad. De bandjes rolden er vrij snel vanaf. Dus op naar plan B. Dat is. Kleinere anti-slipbandjes in plaats van de officiële. En als dat niet werkt, dan zal ik even moeten gaan kijken. Ik denk dat ik nog meer Deutsche Bahnen locks heb. Zet ik er die gewoon voor? Een van de online suggesties was ook: gebruik secondenlijm om ze vast te zetten. Maar lijm op wielen, ik denk dat je daar nog heel lang last van kunt blijven houden, zo. Ook als die band dan uiteindelijk zou verslijten, verwacht ik dat je dus daar altijd lijmresten op dat wiel blijft houden. Het lijkt me gewoon niet het allerbeste idee. Deze bandjes zijn echt heel klein, maar ik denk toch, ondanks dat ze best wel strak zitten, dus er ook zo weer afrollen. Gewoon omdat die. Er zit niks wat ze tegenhoudt. Dus. Maar goed, wie weet, wie weet. Sorry, voor zit het aan de ene kant, achter aan de andere kant. Het gaat al soepeler. De kap er bovenop. Zo. Dadelijk vanaf de andere kant de draden even wegwerken, want ik merk dat het vanaf hier niet gaat. Plaatje er terug op. Zo. Ik heb deze locomotief nog nooit zo vaak open gehad in zijn hele bestaan dat ik deze hier heb, als de afgelopen dagen. Kapje er weer op. Lichtgeladers er weer op. Ik
Koud kap er weer op. Ik word er steeds handiger in. En eens kijken hoe lang die nu gaat rijden voordat hij ze kwijt is. Dit is dus het effect van als de bandjes er wel op zitten. Hij trekt hem keurig de helling op. Het zal vast niet makkelijk zijn. Ik vermoed dat hij best wel warm is. Maar dit is precies wat ik wil bereiken. Maar ik verwacht dat na een rondje ik weer bandjes kan gaan zoeken. Ik zal eens kijken. En het is natuurlijk wel een hele lange sleep dit, hè. Hij heeft nu een paar rondjes gereden. Ze zitten nog prima op een plek. Dus deze, jawel, Merklin. Anti-slipbandjes. Piepklein. Nummer 7151. Doorstaan de test beter dan de Pico die ervoor bedoeld zijn. Dus mooi, mooi. Dat is goed werk. Ik heb nog een paar andere locomotieven die ik aan kan gaan pakken. Zodat ze ook de hele baan op kunnen rijden. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot snel.